Jouw moeder zei van, dan zei, als je moeder zei, ik heb dan een plannetje. Oh, hoe berg je dan mee? Dan was jij dan erop. Ja. Nou, je hoeft nu helemaal niks te doen. Maar Ingrid zei vorige keer, zei ze van, toen ik zo verdrietig was over, ja, dat eigenlijk de praktijk samen, dat voorbij was. En dat ik over het rouwen was, toen zei Ingrid van, nou, ik weet niet meer wat er precies de aanleiding, maar jij zei toen van, is het niet een goed idee om dat dan, om daar samen met z'n allen het glas op te heffen? Nou ja, ik zou het jullie zo gunnen als je viert wat jullie hebben neergezet. Ja, precies. Ja, want het is er ook. Ja, en toen zei hij, dan neem ik de bubbels mee. Nou, daar heb ik Ingrid aan gehouden. Neem jij de bubbels mee? Ja. Wij hebben al jaren prachtige glazen van Toos in de kast staan, die nooit gebruikt worden, want we zijn nooit met zoveel mensen. Dus nu dacht ik van, goed, dat gaan we vieren. Dus ik heb zo eens even de afgelopen dagen mijn gedachten op een rijtje gezet. Ik moet natuurlijk huilen, maar dat geeft niet. Het komt wel op de film, hoor. Ja, het komt wel op de film. Het filmpje is voor Agnes, want anders is het... En voor jullie zelf. En voor onszelf. Ja. En Agnes had daar ook had een belangrijke opmerking vorige keer, die zal ik zo noemen, die voor mij heel belangrijk was in het voor mezelf tot rust brengen van een aantal dingen. Maar laat ik niet op de dingen vooruit lopen. Dus ik dacht van, ik wil graag aan jou vertellen hoe ik onze praktijk, hoe ik terugkijk op onze praktijk samen. En dat doe ik gewoon lekker chronologisch. Toen we 23 jaar geleden begonnen, toen studeerden we allebei nog. Ja. En we troffen elkaar in twee workshops eigenlijk. En toen, waar we eigenlijk ons allebei los van elkaar voor hadden opgegeven, toen bleek eigenlijk dat we allebei heel erg geïnteresseerd waren in dezelfde thema's. TA, in het kindwerk, relaties ook. Hoe ga je met relaties om? En eigenlijk vanaf dat moment hebben we onze relatie opgebouwd, maar ook onze visie samen gevormd, vormgegeven, uitgewerkt, zijn ermee gaan werken. En ik heb een klein spiegelpiefje gemaakt met de dingetjes die ik wil noemen. Dus zo zijn we begonnen met samen onze visie en echt heel erg onze passie. Onze passie, ons werk, onze studie, ons interesse is echt onze passie geworden. Samen opgebouwd. En toen zijn we de praktijk gestart. En we zijn training gaan geven. We zijn therapie gaan geven en training gaan geven. En wat heel erg mooi was, was dat we jij heel veel ervaring en zelfvertrouwen had op het stuk van de therapie. Want je had zelf 4 jaar lang bij Leiden in de groep gezeten. En je dacht van, dat kan ik ook. Dat kan ik ook. En zo was het ook. En ik had ervaring en vertrouwen in de trainingen. En zo hebben we dat eigenlijk die twee ervaringen en vertrouwens gecombineerd. En zo verkocht aan SPSO. En toen hebben we verkocht. En met name jij hebt het verkocht aan SPSO. Ik dacht, hoe doe je dat in godsnaam? Maar je had zo ontzettende zelfvertrouwen. Dus ik lifte er heerlijk op mee. Ik had helemaal niet zoveel zelfvertrouwen. Dus ik heb heerlijk op jou meegelift daarin. Met die trainingen aanbieden bij de SPSO. En bij het werken in de praktijk met de therapie. Ik dacht alleen maar van, dat kan ik helemaal niet. En jij zei altijd alleen maar van, je kan het wel, je kan het wel. Je kan het wel, gewoon doorgaan. En alle gesprekken heb ik uitgebreid met jou geëvalueerd in het begin. En je zei alleen maar van, je doet het geweldig. Je kan het ontzettend goed. En zo heb ik zelfvertrouwen gekregen in de therapie. En eigenlijk zeiden we toen al, ook van ons samen. Dat werd ook de visie van onze relatietherapie. Maar zo hebben we het samen ook ervaren dat 1 plus 1 echt 3 werd. Samen met ons tweeën in onze relatie, maar ook in ons werk. En dat werd ook een beetje het motto van onze relatietherapie. 1 plus 1 is 3. Nou, zo ging dat verder. En we groeiden verder. En op een gegeven moment heb jij het besluit genomen, spannende besluit genomen om je baan op te zeggen bij Royals, zodat je helemaal
Kijk je baan. En bureau jeugdzorg. De wetenschappelijk werk. Bij het maatschappelijk werk heb je baan op gezegd. Dat je helemaal vol voor de praktijk ging. Dat was een hele spannende zet. Maar hij heeft er heel goed uitgepakt. Hè. Later zei hij van had ik dat maar veel eerder gedaan. Nou, we hebben allerlei cursussen ontwikkeld. Relatiecursussen heel veel. En bij de SPSO eindeloos getraind. En op een gegeven moment zei hij van ik ben wel klaar. Met die cursussen. Ik wil gewoon lekker therapie geven. Eigenlijk wil ik niks anders. Ik weet nog heel goed dat we ons vaste rondje liepen. Langs het stationserf. En daarbij dat oude station. Dat beeld heb ik. Dat zei je toen zo van. Ik wil gewoon lekker therapie geven. En verder niet. Nou, daar schrok ik wel van. Ik dacht van. Oh jee, wat ga je nou doen? En laat je me daarin los? Of in de steek? Ik weet niet, wat in ieder geval. Daar schrok ik wel even van. Maar ik dacht van, nou goed, oké, dat was zo. En toen ben ik zelf verder gegaan met cursussen geven en ontwikkelen. En ben ik ook verder gegaan met mezelf op te leiden. Bij Nienke met name. Op het intuïtieve en spirituele vlak. En jij, daar zei ik op een gegeven moment van, nou, die bijscholingen. Kan ik alsjeblieft van mijn registratie af, dan hoef ik ook niet meer bij te scholen. Ik heb er allemaal helemaal geen zin meer in. Dus jij was echt toe aan een beetje aan afbouwen. Je bent toen ook langzaam gaan afbouwen. Nog wel volop in de praktijk. Want je werk is je passie. En je hobby, zei je altijd. Dus mensen vroegen wat is je hobby? Zei je, ja, mijn werk. En dat was ook zo. Wat er ook gebeurde is dat jij al een paar jaar daarvoor je drukke... hele toegewijde werk voor de beroepsvereniging de AFBW had neergelegd. Je hebt in de registratiecommissie gezeten, in het bestuur gezeten. En altijd actief lid gebleven, maar op een gegeven moment dus je bestuursfuncties neergelegd. En sinds een paar jaar ben ik in het bestuur gegaan, dus ik heb ook daar een stokje van je overgenomen. Ik ben nu lid van de registratiecommissie en af en toe fluister jij me zo wat in van oh ja, dat deden we toen zus of oh ja, dat deden we toen zo. Dus, nou, afgelopen jaren dus je motto alleen met cliënten, hartstikke leuk. Maar toen raakte je, en je zou tot je 70ste doorgaan, zei je, want waarom niet? En nou, dan moet je toch een keertje stoppen. Dus nou, tot mijn 70ste. Maar een paar jaar geleden, dat weten jullie allemaal, gebeurde er iets. Stortte je in. Hartstikke. En ben je burn-out geraakt. Of wat het ook maar wezen zal. Maar in ieder geval. Hè, en heb je gemerkt van, nou, dat tot mijn 70ste, dat gaat niet lukken. Dus het is nu stop. Heb je toch nog een jaar of anderhalf jaar eigenlijk nog volop met je cliënten doorgewerkt tot afgelopen januari. Je zei van, nou is het echt klaar. En wat dan? Hè? Iedereen zegt, je moet leuke dingen gaan doen. Leuke dingen, dat was mijn werk. Dus ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor leuke dingen ik dan moet gaan doen. Nou, dat is een enorm proces voor jou en voor ons samen natuurlijk. Een fix proces. Voor mij betekende dat, ik vond het heel moeilijk, omdat ik, daar hadden we het de vorige keer ook over, ik vond het heel moeilijk omdat ik echt het gevoel had van ja, daar gaat mijn maatje. Die voelde me in de steek gelaten, alleen. Dat was voor mij echt een rouwproces zo van, en nog misschien wel, maar ik heb nu het gevoel, ook na vanochtend of in vanochtend, dat we... Niet te pletten. Sorry. Niet te pletten. Nee, precies. Na vanmorgen heb ik het ook het gevoel van... ja, nee, ik vergeet iets. Ik vergeet iets. En dat is dat... Ik vergeet eigenlijk iets heel belangrijks. Ik vond het moeilijk. En rouwen en verlies en zo. Maar ik ben ook gaan beseffen...
En dat was mede door een opmerking van Agnes, ook de vorige keer, dat daar iets vrij kwam. Dat Agnes zei van, even zoals Agnes dan op zijn Agnes dat dan kan zeggen, zo even in een tussenzinnetje, tussen al het gekakel door, zegt Agnes dan heel rustig van, ja, en je zat altijd heerlijk veilig onder de vleugels van Hans. En daar ben je nu aan het onderuit uit aan het komen. Of ik weet niet meer precies wat ze zijn. Maar in ieder geval, ze zei op een heel liefdevolle manier. Eigenlijk, zonder dat ze dat misschien per se zo bedoelde. Maar voelde ik de toestemming om ook de, mijn loyaliteit die ik naar jou had. Altijd. Van ja, jij bent eigenlijk, jij trekt de kar. En ja. Ook met de boeken, het eerste boek, dat durfde ik helemaal niet mijn naam op te zetten. Want ik dacht van ja, een belachelijk boek. Totdat de uitgeefster zei van, mooi boek. En toen zei ik van, nou, dan wil ik wel meedoen. Nou, dat had ook nog even het voet in de aarde. Want zijn we ook wel weer uitgekomen. Nou ja, zo, doordat Agnes dat zei, voelde ik de toestemming om zonder deloyaal te zijn, ook te zeggen van, oké, ik ga om jouw vleugels uit. Het is goed dat jij met pensioen gaat en ik ga verder. En ik ga op mijn eigen manier verder. En ik ga zelf het podium betreden. En ik ga ook echt helemaal zo op het podium staan. Zo van, jongens, hier ben ik. Zonder dat ik het gevoel heb dat ik jou daarmee achterlaat of in de steek laat. Dat is wat er door die opmerking van Agnes gebeurde. En nog in combinatie met wat andere hulptroepen die er om me heen waren. Die er dingen in hebben, goede dingen in hebben gezegd. Heb ik die stap ook gezet. En dat voelt ontzettend goed en heel erg bevrijdend. Dus ik voel me eigenlijk ontzettend vrij en krachtig al een hele tijd om voor te gaan. En jij bent jezelf heel erg toestemming aan het geven om juist tot stilstand te komen en te remmen. En eigenlijk is die combinatie is eigenlijk ook een hele mooie 1 plus 1 is 3, bedacht ik. Vanmiddag. Dus we zijn begonnen met 1 plus 7 is 3. En ook nu zijn we weer volgens mij een behoorlijke stap aan het zetten naar 1 plus 1 is 3 in een hele nieuwe vorm. Dankjewel. Kijk! Yeah. Wauw! Yeah. Wow. Wow. De bubbels! De bubbels! Voor jullie alle twee jullie. Alle twee jullie pad, maar toch gelijk. Ja, mooi. Ja. Prachtig. Dan leg jij maar open. En ja, één is genoeg. Eén is genoeg. Joehoe. Achie, je bent erbij, meis. Dankjewel. Oh. Wie kan dit goed? Wie kan dit goed? Hans. Nee, dat is niet meer. Ja, ik vind dat wel een goeie. Daar zijn de lampjes van. Ja, ik ga niet helemaal op de lampjes. Hier zit een dikke hand. Iets daarheen. Wat prachtig, hè? Je hand erop houden. Je hebt niet hard geschud in de auto. Nou. Hey. Nou, het is maar champagne. Bubbels. Joe! Kom maar bij ons. Zal ik even... Woe! Oh, ik ga ja? Goed. Ja. Doe maar ruig. Jee. We zijn vroeg in de bubbels dit jaar. Ja, geweldig. Jee. Ja. Nou, dan blijf ik even filmen tot jullie elkaar in de ogen hebben gekeken en geproost. Ja, nee. Lekker op de cake. Lekker op de cake. Dus dat. Nou, het is oké. Heb je mijn dingetje? Oh, heb je? Ja, ik heb een schoon. Maar het maakt geen vlekken, dat scheelt. Jongens? Ja. Jongens, proost. En jullie zijn al die jaren getuigen geweest. Ja, dat is waar. We waren erbij. Zeker jij. We waren erbij. Nou, ik ook. En jullie ook? Eigenlijk vanuit een andere hoek. Zo, echt wel? Volledig bij geweest. Ook heel lang. Helemaal. Zeker. Ja. Jongens, hartstikke leuk.
Popelijn.